We wish you a merry January, we wish you a merry... Dat klinkt echt voor geen meter. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Pikmin 2. Ik ben er weer, Zelda Player 20. In de vorige aflevering zijn wij teruggegaan naar... Hoe heette die... We zitten in de Frontier Cave. We zijn namelijk teruggegaan naar de eerste plek waar dat wij zijn gekomen bij Pikmin in de eerste wereld. En daar hebben we dus wat meer caves gevonden. En dan zijn we gelijk de cave ingegaan. Eigenlijk een beetje de laatste cave die er te vinden was, omdat die helemaal achterin verstopt was. Maar dat maakt niet echt zoveel uit. In deze aflevering gaan we daar gewoon in vrolijk in verder. Want dit zijn een beetje van de moeilijkere caves. We hebben al een beetje decent moeilijke caves gehad. Maar dit is toch wel één eigenlijk die best wel pittig kan zijn. Aangezien dat we alle hazards hebben. Oké, we zitten in sublevel 3, dan begin normaal gesproken pas dingen echt harig te worden. En met harig bedoel ik dus een stuk moeilijker met traps en weet ik het allemaal nogal meer. We zagen dus net al toen we bovenin lanceerden dat we dus zeg maar heel veel hazards hebben en oh boy. Deze vijanden. Ik had hier wat minder Pikmin voor in mee moeten nemen. The confused Bulborb has fallen in with the Pikmin. They appear to coexist peacefully. Strange, this Bulborb has a leaf sprouting from its spine. Much like the leaf on the Pikmin's head. Ja, dit is inderdaad iets heel erg nieuws. Op het moment dat je deze vijanden ziet en je kilt dus zeg maar de moeder. Ja, klinkt misschien heel erg grof. Dan zul je dus zien dat er dus de vogeling, het zullen er altijd 10 zijn. Tot ze dus hun, Tot ze jouw team willen versterken en jou dus willen helpen. Oh boy, ik zie daar iets wat ik niet wil zien. Oh boy, dit gaat heel vervelend worden. We willen zo snel mogelijk eventjes wat kleintjes uitschakelen. Want die gaat een heel leger ondertussen verzamelen daar. En dit kan nogal dodelijk voor ons worden. Oké, eventjes daar wat gele eventjes opgooien. Stroom is natuurlijk nog ergens dodelijk, daar moeten we voor uitkijken. Ik weet wat hij van plan is. Hij loopt dus door al die gangen heen om al zijn collega's daar op te roepen. En kijk, dan is hij al gelijk op ons opgelokt. En hij heeft er 4. En dat beest gaat ook niet slapen, ook niet. Dat is juist het ergste. Dat maakt hem zo dodelijk en gevaarlijk. Oh boy. Nou, we hebben heel veel potions. Ik denk dat ik weet hoe dat ik hem ga aanpakken. We lokken hem hier naar ons. Kill eerst kindjes. Bufferies eventjes, jij. Hoi. Kom op, kill. Oké, we zijn geen Pikmin kwijt. Oké. Baas erop. Nee. Ik gebruik er altijd, gewoon echt altijd standaard een paar potion op. Omdat die beesten zijn zo dodelijk. De tactiek die ik dus nu had gebruikt was echt om ervoor te zorgen dat de kleintjes eerst. Want die zullen echt heel makkelijk en heel snel je Pikmin uit kunnen schakelen. Dat je dus zeg maar eerst de kleintjes pakt. En daarna dus fatsoenlijk, de grote Big Bad Boy eigenlijk pakt. Ik ben nog steeds geen liefhebber van hem. Oké, dus we hebben de kling, klokjes, klingelingeling, danger chime, dinges. Nou ja, 120 pokers waard. Dus dan vraag ik mij af, jongens, hallo. Laten jullie de troep nou eens even liggen. Kun jij van dit beest... Kan dat een flauw... Nee, ik wil voor jou een flauw maken. Kan ik voor jou een flauw maken? Weet je wat? Dat ding dat ligt daar toch in de weg. Ik wil dat weten. Kan ik voor jou een flauw maken? Volgens mij niet, hè? Wel? Oké, hij is een flauw geworden. Nou, die... Boltmin zal ik ze maar noemen. Die, ik noem ze gewoon Bobmin. Ik ben kapitein, ik mag ze noemen zoals ik ze wil. Maakt mij het uit hoe dat spel dat heeft beschreven hoe dat genoemd mogen worden. Ik ben kapitein. Maar die Bobmin die zijn dus immuun tegen alle hazards. Die kunnen tegen poison, die kunnen tegen water, die kunnen tegen vuur, die kunnen tegen stroom, die kunnen tegen alles. Behalve tegen een Pikmin op hun hoofd. Dus daar wil je wel een beetje voor uitkijken. Ze kunnen wel gewoon zeg maar gekild worden door vijanden. Net zoals dat andere Pikmin gekild zouden kunnen worden door vijanden. Maar voor de rest zijn ze dus enorm handig. Omdat ze dus een beetje een all-rounder zijn in de Pikmin wereld. Nou, eventjes al deze hazards even aan de kant even schuiven. Hier, ik zal hem eventjes bij vuur gooien. Dan zul je het zien. Vuur, geen probleem.
Nou, en dat is hetzelfde met stroom, poison en al die andere dingen. Dus, oké, nou, die is uitgeschakeld. We moeten nog steeds die treasure hier vinden. En... over treasures gesproken. Eerst eventjes die poison daar even weghalen. Oh, 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 ik gooi de verkeerde Pikmin. Ik gooi de verkeerde Pikmin. Heb ik ze allemaal gered? Zijn we safe? Ik dacht toch echt ook witte gooide. Deze ding van je gooide blauwe. Stoute ik. Oké, nou, even uithakelen. Ik kan er eentje even dat ding even oppakken. Oh, daar hebben we er twee voor nodig. Hoppakee dan. Nou, hup, ze springen er gelijk allemaal op. Ligt daar trouwens geen stroom? Nee, oké, het is safe. We hebben nog niet alles, zeg maar, een beetje... Oh, hier trouwens, dit is ook weer iets nieuws. Mocht je nou in een dungeon te veel Pikmin kwijt zijn geraakt... dan heeft sommige dungeons nog wel eens een vriendelijke reminder van... nou, ben je te veel Pikmin kwijtgeraakt? Hier heb je weer een weg naar boven toe. Dat zit er ook nog wel eens tussen. Dat is wel handig. En iets van artform. Oké, er zit hier nog een treasure. Ik heb nog wel extra witte bij me, dus... daar hoeven we ons geen zorgen over te maken. Eventjes die treasure uithalen en zit die dan... Hij zegt dat hij hier ergens zit. Hallo? Hij zegt dat hier iets zit, hoor. Oh. Oké, dan wordt hier gegraven. Dat wil zeggen dat er hier inderdaad iets zit. Is dat een soort van kroon of iets? Een ring? Ik denk dat de ring is. On the 12th day of Christmas, my true love came. Oh nee, dat is de 5 golden rings. Ja, golden ring. 5 golden rings. 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves. And a partridge in a pear tree. Ja, alles is hier Christmas related. Kan er niks aan doen. Gamster husband, oftewel een trouwring. Leuk, 100 poko's. Dus een trouwring is net zoveel waard als een dopje van een fles. Ah ja, misschien tot ze inderdaad Fallout spelen. En tot ze dus, ja, want daar is de currency caps. Oftewel bottle caps van die flessendopjes. Dus, weet ik veel, kroonkurken. Raar. Maar goed, ik bedoel, als de wereld echt een apocalypse zou gaan krijgen, zouden we echt naar de currency gaan van... Een heel ander spel, maakt niet uit. Ik praat over in één keer een heel ander spel. Ik moet toch iets verzinnen ondertussen mijn audiocommentaar, anders valt het zo stil als je nergens meer over kan praten. En als je nergens meer over kan praten, dan wordt het nogal een hele stille boel. En niemand is weer wachten op een hele stille boel. Hallo! Oh boy, oké. Nou, ik zag daar een paarse bloem, dus we kunnen weer wat paarse Pikmin maken. Again, daar zijn onze rode heel erg goed voor, want ja, we hebben nou dus ook zeg maar een allrounder. Maar onze allrounder die gaat daar gewoon zeg maar even tussen staan, dat is niet de bedoeling. Ik wil eigenlijk eventjes onze paarse hebben. Of nee, niet onze paarse, ik wil eigenlijk onze gele hebben. Gaan jullie eens even daar staan. Niet zo dicht bij de gele. Die paarse willen echt graag mee. Waar is dat toch met jullie? Oké, weet je waar, we gaan gewoon heel eventjes zo... hier in het midden staan. En dan gaat geel hier naartoe. En dan pak ik de gele. Echt zie. Ik weet niet waarom dat de paarse zo graag mee willen. Ik zeg geel. Ja. Pikmin zijn kleuren doof aan het worden. Oké. Nou, Swooping Snitchbug. Of hoe dat de beest ook heet. Wat maakt mij het uit. Ik help mee. Ik kan meehelpen. Ik sla hem. Dat beest had er veel problemen mee, zeg. Oké. Nou. Nee. Ik weet niet waar dat je ze neer wil gaan gooien. Gaat niet gebeuren. Oké. Ach, hij heeft zulke plant hoor. Nu hebben we twee liefste tussen zitten. Maar, oh nee, jullie zijn daar. Oké. Eventjes die Sparky Shocky even uitschakelen. Gaan we gelijk over naar hem? Nee? Kom op. Oh, nee. Val aan. Kom op, jullie moeten aanvallen. Oh, ik ben zo vaak bij playthroughs, ben ik zoveel Pikmin door die gasten kwijtgeraakt. Dat is gewoon echt niet... Daarom heb ik ook echt een kleine haat voor die beesten gewoon gekregen. Ik bedoel, als je dus alleen maar rondloopt met gele Pikmin, heb je dus nergens geen zorg over. Maar stel je nou voor dat je dus die 80 andere kleuren Pikmin bij je hebt. Of in dit geval 79. Want ik weet hoe picky jullie kunnen zijn op wat ik wel niet zeg aan audio-commentaar. Ja, ik lees alle comments. Jongen, zeg, je bent haar muur vergeten. Je bent dit vergeten. En die Pikmin die heb je eraf gegooid. En die Pikmin, je hebt de Pikmin vermoord. Hoe durf je Pikmin te vermoorden? Ik doe mijn best. Oké, nou.
Ik zie. Oké, daar ligt de piek. Oh nee. Oh, dat is de nieuwe. Deze die snitcht absoluut geen Pikmin. Deze vindt het nogal leuk om kapiteinen te snitchen. Oh, dat is zo vervelend. Dan ben je dus zeg maar heel je controle kwijt over alle Pikmin die je bij je hebt. En mocht zoiets dan gebeuren, dan hebben dus zeg maar de Pikmin die gaan dan op een automatische piloot verder. Wat nogal vervelend is. Nee. Terugkomen jij. Ah, kom op! Zeg voor dat je dit met... Oh, het zijn er twee. Ik haat deze beesten. Nee, je laat mij maar rust. Dus zijn niet de swooping snitchbugs. Dat zijn de swooping kapiteinbug, weet ik veel. Ik weet niet waarom dat ze graag kapiteinen willen pakken. Maar die vinden het leuk om kapiteinen te pakken. Rare mensen. Beesten. Wat het ook zijn. Maakt het niet uit. Gewoon een keer... Nee, we gaan nog niet die treasures pakken. We hebben hier werk te doen, ja? Oh, er zijn nog heel veel gedeleteerd door hun. Ah ja, misschien vinden we nog wel wat nectar. Oké, nou die zijn in ieder geval uitgeschakeld. Dan pakken we nog heel eventjes tot deze beestjes uitschakelen. En de kapiteinen die hoeven zich geen zorgen meer te maken over stroom. Aangezien dat we dus stroom protective suit om hebben. Want we hebben namelijk een gun om ons heen. Hè? Al moet ik zeggen dat rubber nog steeds een stuk fijner zou zijn. Maar goed, ik laag niet. Oké, nou even jou even een hoofdpijn bezorgen. Want al die Pikmin die zijn toch op jou gelokt. Daar hebben we ook nog een secret to everybody. Al moet ik wel zeggen dat deze vijanden dus absoluut onschadelijk zijn op het moment dat er maar eentje van hun rondloopt. Oh, hij is weer geflipt. Ja, gewoon op je rug. Jij ook, hoppakee. En dan toch eventjes voor de zekerheid eventjes dit ook even uitschakelen, ja? Doen we dat ook eventjes zo, mooi. Nou vraag ik mij af, zit hier nog een extra secret of... Oh, kijk. Nou, volgens mij zat daar eigenlijk helemaal verder niks meer. Volgens mij valt het... Oh, daar zit nog een swooping. Is hij nou al de hele tijd bezig met Pikmin uit te planten? Ik hoop het niet. Ze hebben een probleem. Weet je wat we dan eventjes gaan doen? 15 hadden we daarvoor nodig, toch? 15? Volgens mij wel. En voor de andere, waar hebben jullie die neergeploft? Hier. Daar had je nog 8 volgens mij voor nodig. Of 1. Ook goed. Dan pakken we heel eventjes dit team. En dan gaan we heel eventjes een paar Pikmin erbij maken. En dan gaan we eventjes die swooping... is dat een Captain Blur? Nee, dat is een... volgens mij is dat een Snitchbug. Ja, want die anderen die zijn langer er, geloof ik of zo. Weet ik veel. Kill an attack, pak hem! Ja, deze die valt Pikmin aan. Nou ja, valt ze niet echt aan. Die wil ze gewoon weer terug de grond in gooien voor een of andere reden, weet ik veel. Hey, ik weet hun motivatie ook niet. Nou is het dus het grappige, je kunt deze erin gooien zodat het een paarse Pikmin wordt. Dit kan handig zijn, maar op dit moment, aangezien dat het iets nieuws is, wil ik hem eigenlijk wel bij me houden. Dus gewoon de rode erin. Ik wou net Pikmin erin gooien en dan ga je me interrupten met een knikker. 85 Poco's, wat leuk. Weer een knikker. Ik noem ze altijd eentellers. Ik bedoel, ik weet niet waarom. Omniscient Sphere. Gewoon eenteller. Ja, nou krijg je tot je dus... Ja, dan krijg je dat gedoe, hè. Mag ik alsjeblieft een paarse Pikmin erop gooien? We hebben een piek. Wat leuk. Innocence Lost. Zal wel ergens een diepe betekenis hebben die ik niet ken. Ik ben duister, ik weet het. Oké, nou, we hebben in ieder geval weer een paar paarse Pikmin erbij. Dus we zitten nu op 30 paarse Pikmin, geloof ik. Hoi. Even kijken. 15 rode, 9 gele, want de andere gele die staan daar te niksen. Die staan hier. Oh, niet alles is geplukt. Paas erop. Ik was bijna de kevel ingegaan. Oké, nou, je hebt alles geplukt. Wij staan hier nog. En volgens mij zat hier ook de cave entrance. Juist. Zo komen we wel ergens. Dus, schokkende level. Schokkende vloer, eigenlijk meer. Dan maak ik me zorgen over de baas die hier eigenlijk verborgen zit. Saving in progress. Dan maak ik mezelf van uit. Sub-level 5. Oké, nou, we hebben stroom hebben we gezien. We hebben vuur hebben we gezien. We hebben poison gezien. En, oh.
Hier wil je zo snel mogelijk al je Pikmin op gaan gooien. De vlinders die kunnen namelijk potions droppen. Die kunnen nectar droppen. Die kunnen van alles, allerlei goede droppen, goodies kunnen ze droppen. En ik zie daar namelijk al een purple potion. Daar ben ik blij om. Ik hou van purple potions. En ja, die vlindertjes die worden neergezet als vijanden om een of andere reden. Oké, we hebben hier de nieuwe soort van spin. Dit is de waterspin, wonderspin, het water uit het water in. Ja, dit zijn de blauwe elementspinnen die dus zeg maar met water aan zullen vallen. En wat ligt daar en daar? Oh, wacht, die zijn eigenlijk friendly. Daar hoeven we ons helemaal geen zorgen over te maken. Oké. Die waterspinnen wil ik heel eventjes nog rustig uitschakelen. Deze vijanden die kennen we nog wel van de secret boss die we vroeger hadden in Pikmin 1. Die we vroeger hadden. Kom nou. Die we dus zeg maar hadden in Pikmin 1. Deze beesten kunnen absoluut geen Pikmin killen. Dit zijn juist hele erge, vriendelijke beestjes die geen Pikmin zouden killen. En nou zit ik met het probleem, want we hebben, ja, 5 rode. Ik denk dat dat wel genoeg is, hoor. Dus ik pak heel eventjes de rode. En van die rode, ik moet wel uitkijken, want ik heb daar dus ook nou Baldmin tussen zitten. Maar van die rode maken we dus nog even 5 extra paarse. En dan maken we ook even 5 witte van. Dan kun je zeggen van, ja, maar dan heb je nog maar 5 rode. Maakt niet uit, want vuur is... Ik heb de Baldmin erin gegooid. Ik heb de Baldmin erin gegooid, of niet? Yep, ik heb die Baldmin erin gegooid. Oeps. Oké, blijkbaar hebben we 6... Nee. Dat killt de Baldmin. Er komt geen Pikmin uit, dat killt gewoon de Baldmin. Hebben we dan 1 witte Pikmin minder? Nee. Huh? Hoe? Maar hoe hebben we er dan nog maar 99? Hé? Zijn we een paarse kwijt? Ik mis hier iets! En ja, ik weet het. Ik heb de glitch niet nou gedaan op de... Maar waar zijn we dan een paarse aan kwijtgeraakt? Ik weet dat we een blauwe kwijt zijn geraakt aan... Waar zijn we dan een paar... Huh? Hé? Ik weet dat die beesten geen Pikmin kunnen killen, dus dat kan het niet geweest zijn. Nou ja, het voordeel van deze beesten is ze zijn dus heel erg vriendelijk. Ze mappen namelijk je Pikmin de grond in en maken ze automatisch in flowers. Zoals je dus ziet. Wat lief. Op het moment dat we dat doen, niks aan het handje. Maar ja, sorry, wij zijn nogal een beetje gemeen. Weet je wat, maak jij heel eventjes daar... Hallo. Maak jij daar... Oké. Ik wou daar eigenlijk een paar gewoon normale Pikmin van maken. Ik weet wel, flauwe Pikmin, maar... Processing, how strange. This atomic metal object came from inside that bizarre being. Ze zijn hartstikke lief, wat zei je nou? It appears to be a giant metal hat. Perhaps it is an ancient work of art? It is the power glove, it's so bad. Oké, ondertussen is dat beest dus ook al vernietigd. Wat zijn we toch vriendelijk voor... Ach ja, neem het mee, waarom maakt het allemaal uit? Oké, nou mogen we deze even snel plukken. Plikken. Ik kan heel... Do I even Nederlands, bro? Jongen. Ik vraag me toch af, waar zijn we die paars aan kwijtgeraakt? Nou, ondertussen wordt dat ding dus ook al netjes meegenomen. Dus daar hoeven we ons ook geen zorgen over te maken. Maar ik heb dus dat ei wat we daarachter zien. Dan hoop ik dat er daar dus wat van nectar in komt te zitten. Hebben we alles geplukt? Ja, we hebben alles geplukt. Goed. Want op het moment dat daar dus zeg maar... Oh, hij leeft nog. Hoi. Sorry, kerel, maar ja, ik heb geen zin om de hele tijd te moeten plukken. Dus sorry. Ik weet het. Je probeert ons te helpen. Maar we hebben dingen te doen. En we zijn druk bezig. En je loopt een beetje in de wegen. En je slaat de hele tijd Pikmin in de grond. Daar wordt er niet vrolijk van. 100 Poco's, de Power Glove. Oh, Brute Knuckles. Dat mag natuurlijk ook. Dus is van Hardman van Mega Man 3. Met een schakelaar erop. Weet ik voor waarom. This object seems to replicate a humanoid fist. A glove much like it once lay in my junk hold.
Spannend. And here is that very glove. I have just found a missing rocket fist in my chunk hold. Leuk. Tap A 3 times to launch. 1, 2, punch! Gaan we Captain Falcon dan nadoen of zo? Ik weet ook niet waarom. Maar goed. Jongens, laat dat nou eens even liggen. Kijk even wat er in de ei ligt. Nectar. Nou, dat is alleen maar gunstig, want dan hebben we eventjes tot we hier... Mooi. Ik ga heel even bij het andere team kijken, wat dus echt maar heel veel zooi heeft meegenomen. Om te kijken of daar nog even wat liefs tussen zitten. En ik vraag me toch echt af waar die purple naartoe is gegaan. Dus, want we hebben de 29 in plaats van 30, terwijl dat we toch... Of heb ik die bad met... Nee, daar heb ik echt een bad met ingegooid. Ik vraag me echt af waar we dat... Nee, ik snap het niet. Oké, nou, we hebben nog ergens een losse Pikmin ertussen zitten, dus het maakt niet zoveel uit. Oké, alles is flowers, denk ik. Nou, we zouden dus weer terug naar boven kunnen gaan. Maar ik heb zoiets van, laten we nog even één extra grof level doen in deze cave. Waarom ook niet? Het is net zo makkelijk. Sorry. Ik ben nog steeds een beetje aan de verknauwde kant. Net zoals dat het noorden, tot ze daar gewoon in één keer konden, in het noorden van Nederland, dan konden ze in één keer gaan schaatsen op de weg. Dat was ook al heel apart. Oké, nou, dit ziet er ook best wel dangerous uit. Ik maak me nogal zorgen, want we hebben best wel veel vriendelijke momenten gekregen. En ja, op het moment dat het spel wat vriendelijkere momenten geeft, dan ga ik me zorgen maken. Oké, jullie blijven heel eventjes hier. Dit is gevaarlijk. We hebben de 1, 2, 3 punch. Nou heb ik weer 30! Nee, er zit een witte tussen. Oké, ik wil wel zeggen. Oh, nee. Zagen jullie dat? Ik probeerde gewoon heel erg sneaky onze kant op te komen. Oké, nou dan kan ik dus zeggen, nou mijn paarse Pikmin, die wil ik dan even veilig stellen aan... Oh boy. Hij heeft ons gezien. Oké, kun jij die trap hier uitschakelen? Kijk, zie je nou wel, ze kunnen traps uitschakelen. Dat wou ik dus laten zien. Hallo, ik sta hier. Hallo! Oké, schiet even een steen. Schiet even een steen. Niet op die boomstronk, gewoon op die water. Nee, niet op elkaar. Schiet hem even op dit ding. Hallo, ik word achtervolgd. Hallo, help. Paniek. Dank je. Nou, is het dus zeg maar ook mogelijk om... Oh, dankjewel. Nou is het dus zeg maar ook mogelijk om de vijanden zeg maar zichzelf te laten raken als je dus een beetje goed mikt. Oké, nou je bent er niet van uitgeschakeld. Jij. Je bent gevaarlijk. Hoi. Kun jij misschien deze ook even uitschakelen? Het probleem is, we zitten met heel veel water hier. Hoi. Ja, ik weet dat je een kleine... Oh, we kunnen er toch wel eentje terugkrijgen. Dat is wel lief. Maar dat beest wil ons aanvallen. Sorry, kom hier. Oké, we hebben één Pikmin. Ik kan eventjes die vuurhersens even uitschakelen. Dat is alleen maar gunstig. Oké, eens kijken of we jou kunnen raken met je eigen bolder. Dat zal wel grappig zijn. Concentratie is key. Boom. Oké, en de rest doen we gewoon even met de power fist die we dus nou hebben. Het nadeel namelijk hier is waar we dus nou tegenaan zitten. Dat is, we hebben hier heel veel waterhazards. Waterhazards met deze vijanden is nogal heel erg gemeen. Dus dan wil je je tijd nemen. En ja, het is mogelijk om deze vijanden zelf uit te schakelen. We hebben hem geraakt met een van zijn eigen stenen. Dus daarom kunnen we hem gewoon uitschakelen. We hebben één extra Baldwin er weer bij. En ik geloof dat daar er nog eentje zat en die leefde nog. En daar ben ik eigenlijk minder enthousiast over. Dus dan neem ik aan tot... Nou, weet je wat? Schakel jij dat ding even uit? Maak jij je nuttig? En dan ga ik eens even kijken of ik hem zichzelf kan laten raken. Ah, trouwens, hij staat hier in het hoekje. Ik ga het gewoon proberen. Oké, nee, dat gaat hem niet worden. Goed, dan... Ja, gooi. Gooi hem tegen de steen aan, waarom ook niet? Oké, dan gaat hij... Oh boy, dit kan gevaarlijk worden. Oh, Oké. Hij stond namelijk niet richting het water gemikt. En hij stond ook nog eens een keer niet naar... met zijn gezicht naar... Ja, die steen die schoot, die kwam nog eens een keer tegen het water aan. Dus daar hadden we echt heel veel geluk mee. Dus we nemen even al onze blauwe Pikmin mee. Nee, geen witte. Ik weet dat jullie vinden het hartstikke leuk om mee te mogen. Maar dat gaat hem niet worden. En nou weet ik dat we één allrounder hebben. Die dus zowel tegen water als tegen vuur kan.
En die kunnen we dus even mooi die vuurhazards even uit laten schakelen. Oké, dan kunnen we heel even kijken. Waar zitten hier die treasures? Deze kant op. Oh, hier. Doei. Hoeveel hebben we 10 nodig? 10. Oké, nou we hebben wel 10 Pikmin bij ons. Dat is geen enkel probleem. En als jij daarmee klaar bent... Hij doet eigenlijk best wel goed in zijn uppie, moet ik zeggen hoor. Het is echt een trooper. Ik ga jou echt niet in zo'n waterding gooien. Dat zou ik jou niet aan kunnen doen. Je bent echt een trooper. Ik ben trots op je. Je bent geweldig. Hier hebben we er ook nog één. Moet je wel een beetje doorlopen. Ja, we hebben niet alle tijd. Je heeft er ook zeker 10 nodig. Yep. Nou, dan denk ik dat dat eigenlijk een beetje alle treasures zijn die we hier hebben. Dus een 2 schaakstukken. Ik weet niet wat dat met kerst te maken heeft, maar in het begin was het een beetje kerst. Niet meer. Dus we hebben hier de koninginstandbeeld. De koninginpiece. Priceless statue. Ja, want koningin bij het schaken. Voor de mensen die niet spelen. Koningin is een van de waardevolste stukken tijdens een schaakspel. Dus ja. Oké, jullie zijn met die treasure bezig. Alle vijanden die zijn uitgeschakeld. Fire hazards hebben we uitgeschakeld. Ik denk dat we safe zitten. Ik denk dat we hier nou verder niks meer zouden vinden. Ik denk... Ja, ik moet niet denken. Ik weet het. Daar maak ik heel veel fouten mee. Maar ik denk het toch. Waar zit eigenlijk hier? Hier zit ook al gelijk die... ja, dus hier begin je en hier eindig je. Oké, nou dat is wel heel erg gunstig. Oké, nou volgens mij is dat de koningsstandbeeld. En volgens mij wordt dat dan zeg maar useless statue genoemd. Terwijl dat eigenlijk niet zou kloppen. Ik bedoel, de koning, als je die zeg maar schaakmat zet, dan is het spel over. En degene die de koning schaakmat zet, die heeft dan gewonnen. Dus eigenlijk is hij niet zo useless. Hij is juist degene die je moet verdedigen. Ook 80. Wordless. Dat is gemeen. Oké, nou we hebben hier in ieder geval ook nog alles gevonden. Maar ik zie dat we weer tegen bijna een half uur aan zitten. Deze aflevering die gaat echt lang door. Nou ja, leuk voor jullie. Dus ik dank jullie voor het kijken naar deze aflevering. Heb je leuk zo'n momentje of vragen over deze aflevering? Laat het weten in de reacties als je daar tijd voor hebt. En voor de Bulbmin, voor onze trooper, waar ben je? Waar is onze trooper? Waar is hij? Even apart staan jij. Voor onze trooper hier, ik ga er even heel erg dicht op inzoomen. Voor onze troepen die hier staat, laat een like achter als je daar de tijd voor... Hij beet als een eigen blaadje. Hij zat als een eigen blaadje te bijten. Oké, dan heb je alles gezien. Ik dank jullie voor het kijken. Ik hoop jullie allemaal te zien bij de volgende aflevering. Bedankt voor het kijken, jongens. Doei! En ik snap niet waarom dat bericht in één keer langskwam, maar dat maakt niet zo blij. Mijn connector level of zo, maakt niet uit. Doei!